there were many things I didn't know. Ik denk dat ze makkelijk op de bieren praten door laten komen. Daddy went away. She said, try to be a man. Voor mij mag het door, ja. Vandaag zeker. Vandaag zeker. You'll understand. We hebben vandaag geprobeerd om een bierproevement op te zetten met 5 Zoolse bierbrouwers. Met biervereniging, biergenootschap, biergilden. Met de intentie om zoveel mogelijk liefhebbers van bier bij elkaar te brengen in een soort netwerkmoment. En dat netwerkmoment is vooral een uitwisseling van kennis en know-how van de mensen die meedoen. Maar vooral ook kijken of je na verloop van tijd ook die verbinding van Zwolse mensen bij elkaar kunt, voor elkaar kunt krijgen. Den Duik is een brouwerij gedreven door twee gepassioneerde vrienden van elkaar, zwagers. En, wij brouwen heel veel bier thuis. Wij hebben thuis twee kleine brouwinstallaties. Daar maken wij allemaal recepten. Constant zijn we daarmee bezig van allerlei dingen te bedenken. En uiteindelijk dan willen we dat tot een mooi succesvol bier maken. Die we dus ook een aantal liefhebbers, zeg maar, die net dezelfde passie hebben als ons, als horecaondernemers. Waar wij dus ons bier aan de man brengen. Het is een bier gemaakt met een pietert erin. Oftewel een turf gerookt, zoals dat heet. Daardoor heeft hij de smaken van een whisky. En je proeft daarin ook rooktonen van, en koffie. Mijn vrienden noem ik het eigenlijk een bek van smaak. Ja, geweldig, geweldig. Het klinkt goed. Ja, vinden wij ook. Ik heb hem al een keer of 4 gebrouwen en hij blijft goed. Maar bij jou zit er nog liefde en passie bij. Het is alleen maar zweet. Gelukkig komt dat niet in het bier terecht. Want dat zou niet goed zijn natuurlijk. Nee, alles gaat met de hand. Alles gaat met de hand. En als een van de bieren die je maakt is de Zwuls, voor onder Zwolse bierkenners heel bekend. Die heb je nou ook ingetapt voor me. Nee. Wat je drinkt is Edelweiss. Edelweiss? Ja. Nee, mijn Zwuls doet er wat langer over om klaar te zijn. Die moet een week of 6 rijpen. En ik ben begonnen op mijn installatie om... ik wil natuurlijk snel resultaat zien. Dus ik ben begonnen met mijn Edelweiss. Die is in 3 weken klaar. Dus dat is wat makkelijker. Ook. Dit is van vannacht. Dit heb ik vannacht nog gemaakt. We moesten gisteravond nog wat bieren proeven ook. Ook onder andere voor dit evenement. En daarna moest ik nog even aan het werk om wat te laten zien hier. En hoe lang duurt het eigenlijk voordat een bier gebrouwen is? De gisting die je hier ziet, duurt ongeveer 2 weken. Wij hopen ook, en dat is ook een beetje een onderliggend dingetje, dat er meer samenwerkingen gaan ontstaan, waardoor het Zwolse bier naar een hoger platform komt.